A Dutch far-right politician who has described the Quran as fascist has been banned from entering Britain. Geert Wilders landed at Heathrow Airport in London, but was refused entry. No entry. A far-right Dutch MP has branded the British government cowards after he was refused entry. Well, if I would accompany this person after your customs in the Home Office, you have to get. Mijn naam is Joost van der Valk. Ik ben een Nederlandse filmmaker, maar ik werkte tot vorig jaar vooral in Engeland. Geert Wilders trok voor het eerst mijn aandacht toen hij als eerste Nederlandse politicus de voorpagina's van de Engelse kranten haalde. Dutch anti-Muslim, Dutch neo-nazi en blond bombshell. Zo luidden de koppen. Hoe krijgt deze man het voor elkaar om zelfs de stoïcijnse Britten op de kast te jagen? De afgelopen 7 maanden volgde ik het politieke fenomeen Geert Wilders. In een poging te begrijpen wat zijn verbluffende verkiezingssucces zegt over ons. Kijk, dit is gelukkig. Hartstikke goed. Dank u wel. Hartstikke goed. Hartstikke goed. Geen grap, gisteravond droomde ik dat ik je kop had afgehaakt. Dat ging onzin over moslims, die dikke radicale gasten met z'n wapen. De gematigde islam bestaat niet. Het bestaat niet omdat er geen onderscheid is tussen goede islam en slechte islam. Er is islam. En daar houdt het mee op. Voor het eerst in de geschiedenis is een Nederlandse politicus aangeklaagd wegens het aanzetten tot haat. En de Koran is het Mein Kampf van een religie die beoogt anderen te elimineren. Die anderen, niet-moslims, ongelovige honden noemt. Het bewijsmateriaal tegen de leider van de PVV bestaat uit de uitspraken die hij gedaan heeft in de media en in zijn film Fitna. De zaak is aangespannen door advocaat Gerard Spong namens een groep studenten. De maximumstraf is 2 jaar. Wilders beschouwt zichzelf als onschuldig. Hij beroept zich op de vrijheid van meningsuiting. De zaak is verdaagd tot oktober 2010. Ik geloof met heel mijn hart en ziel dat de vrijheid in Nederland bedreigd wordt. Dat wat ons erfdeel is, waar generaties alleen maar van konden dromen, dat die vrijheid niet langer een gegeven is, niet langer een vanzelfsprekendheid is. In de chaos na de rechtszaak kan ik Wilders voor het eerst observeren. Door zijn blonde kuif is hij meteen herkenbaar. Hij gedraagt zich keurig naar de pers toe en is charismatisch. Toch realiseer ik me meteen dat dit zijn mediapersoon is. Ik wil de man achter het masker leren kennen. Ik ben wel heel strijdbaar en ben ervan overtuigd dat dit tot niets anders kan leiden dan tot een volledige vrijspraak. De volgende dag bel ik meteen het persbureau van de PVV om te kijken of ze al antwoord kunnen geven op mijn verzoek om hem te volgen. Ik weet precies waar het over gaat, maar helaas, ik denk niet dat het gaat lukken. Want je wil een film maken over ons en onze partij, maar je wil ook Geert Wilders volgen en dat mag dus absoluut niet. Als ik geen toestemming krijg, gaat het heel moeilijk worden om erachter te komen wie Geert Wilders werkelijk is. Prins Alexander is een soort acteur of zo. Hij had zelf ook een film gemaakt van mensen van Marokko. En later zei hij dat ze soort slechte mensen zijn. En dan komen er nog meer mensen en dan wordt het in Nederland te veel. Wilders is de enige Nederlandse politicus die internationale bekendheid geniet. Om de simpele reden dat hij zich voortdurend uitspreekt tegen een religie, de islam. En waarom dan niet, mijn eerste voorstel, de introductie van een hoofddoekjesbelasting. Een kopvoddentax, zou ik het willen noemen. Als onze nieuwe Nederlanders zo graag hun liefde voor deze 7e-eeuwse woestijnideologie willen tonen, dan moeten ze dat maar doen in een islamitisch land, niet in Nederland. 60% van diefstal met geweld wordt door hen gepleegd. Tuig, dat is het gewoon. Er zijn bijna 1 miljoen Nederlandse moslims. 1 op de 16 Nederlanders.
Velen van hen hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan onze welvaart en onze manier van leven. Maar Wilders heeft daar nauwelijks oog voor. In plaats daarvan speelt hij in op een statistische angst. Ondersteund door het volgende filmpje op YouTube met meer dan 12 miljoen hits. The population of Europe is not declining. Why? Immigration. Islamic immigration. Of all population growth in Europe since 1990, 90% has been Islamic immigration. In the Netherlands, 50% of all newborns are Muslim. And in only 15 years, half of the population of the Netherlands will be Muslim. Een groot aantal Nederlanders voelt zich aangetrokken tot de politiek van Geert Wilders. Vrachtwagenchauffeur Jack Poelman is één van hen. Hij woont vlakbij Gouda Oosterwei, de wijk die zo regelmatig in het nieuws was omdat de buschauffeurs daar geterroriseerd werden. Nou, dan komen we hier in de wijk Gouda Oosterwei. Dat is waar alle heel veel problemen met openbaar vervoer, met ambulancepersoneel, met vuilnismannen, eigenlijk allemaal mensen die hier eigenlijk een bijdrage leveren. Ik werk met een jongen die is vuilnisman geweest. En om dus vuil te mogen ophalen in hun wijken, is hij dus echt op de vuist gegaan met een stuk of 4, 5 van die Marokkaanse mannetjes. Heeft hij dus echt moeten vechten, echt letterlijk moeten slaan, om dus hun vuil te mogen ophalen. In wijken als Gouda Oosterwei zijn de meeste bewoners van Marokkaanse afkomst. De autochtone bevolking vindt dat ze slecht integreren en ervaren de rondhangende jongeren als een bedreiging. De misdaadcijfers zijn hoog en veel bewoners leven van een uitkering. Dit soort wijken die je over heel Nederland gaat krijgen en hebt en uitbreidt, kijk, dat is gewoon een uiting van alles wat er in de maatschappij fout kan gaan. Maar de grondslag daaraan, dat is dat de islam, laat me zeggen, een agressieve overname bezig is van Nederland, maar eigenlijk van heel Europa. Eigenlijk zou je bijna kunnen zeggen dat dit soort wijken over heel Nederland een soort kazernes zijn voor hun zaak, voor hun islamitische geloof. Dus mijn mening is en blijft, ze zullen zich nooit 100% willen aanpassen. Dat zullen ze nooit doen. Je ziet dus inderdaad al die mannen, ook als ze zich... Even wachten. Ze praat ook om. Hé? Wacht even. Oké. Wacht even, wat moet je wachten dan? Wat moet je wachten dan? Nou, wat doe ik? Langzaam lopen. Kijk, je ziet hoe aangepast ze al zijn. Wat zei die gasten dan? Kanker onder ons. Zie je? En dat bedoel ik nou. En dat is gewoon wat er massaal in Nederland gaande is. En gewoon steeds erger wordt. Tot het een bepaalde onbestuurbare geheel wordt. Wilders maakt ook angsten los. Dit blijkt bijvoorbeeld uit deze bewerking van de horrorfilm Chucky. A good guy. Mensen in het land ervaren iedere dag de grote problemen met de multiculturele samenleving. En politiek Den Haag luistert niet naar hun problemen. Maar ik ben een onverbeterlijke optimist. Ik geloof dat de mooiste dagen van Nederland nog voor ons liggen. Maar dan moeten we de problemen wel eerlijk durven benoemen. En dat betekent, als het gaat om immigratie, dat de grenzen voor 5 jaar dicht moeten voor niet-westerse allochtonen. Er is inmiddels wel genoeg islam in Nederland. De Schilderswijk in Den Haag. In deze buurt heb ik de afgelopen jaren gewoond. Tegenwoordig is meer dan de helft van de bewoners moslim. Ik spreek met Hafiz Kainarka. Een moslima die met haar man Omar bij mij om de hoek woont. Hij heeft zo ver gebracht dat ik weer in jaren 40 moet denken en 45... dat de Joden toen een Jodenstijl moest dragen. Dan mag iemand voor ons ook als moslims wat verzinnen. Dat wij het ook hier gaan meedragen. En dan kom ik hem denken, mag ik hierin of niet? Gaan we naar de zwembad, mag ik komen of niet? Het is bijna dezelfde tijd.
Als reactie op Wilders schrijft Mo Sepp de rap Wie is de volgende? Waarin de politicus met de dood bedreigd wordt. Mo Sepp zegt Wim Fortuyn, hij praat over moslims, hij wordt neergeknald. Theo van Gogh, hij praat over moslims, hij wordt ook neergeknald. Oh, wie is de volgende? Ze blijven moslims beledigen, ze blijven ze aanvallen. Niemand toont medelijden. Wie de fuck toont er medelijden naar de moslims toe? Wilders sleept hem voor de rechter en wint de zaak. Mo Sepp wordt veroordeeld tot een taakstraf van 80 uur. Maar soms zet Wilders zelf ook aan tot geweld. Als er echt hevige rellen zijn, dat dan de politie niet mag wijken, maar er moet staan. En ook het, ja, de bevoegdheid moet hebben om als het nodig is, na een waarschuwingsschot, gericht te schieten. Hey Jack. Ja? Zullen we daar nog even een keertje langs rijden? Nou, dan ga ik even niet meer mee, als je het goed vindt. Want die jongens waren aardig geïrriteerd ervan. En aardig bedreigend. Dus ik heb geen zin dat er dat op een gegeven moment, als ze ons aangekomen zien komen, dat ze weer een paar, misschien een paar stenen door de ruiten gaan gooien. En dan, nee. Hij wil een mooie Nederland, toch? Hij zegt, als ik reageer, dan krijgen we dit, dat en zo, toch? Er gaat heel veel dingen mis in Nederland, dat moeten we accepteren. De economie gaat fout, of het gaat niet zo goed met de economie. We hebben voedselbanken in Nederland. Onderwijs, de jeugd, vergrijzing. Maar die punten die ik opgenoemd heb, problemen. Wijs mij maar aan, wat heeft islam daarmee te maken? Waarom wijst hij nou islam aan? Het gaat niet goed met Nederland en de schuldige is de islam. Vergis je niet. Ik word de minister-president. Wilders is niet onze eerste rechtse politicus die zo populair is door zijn uitspraken tegen moslims en immigratie. Dat was de flamboyante Pim Fortuyn. Het islamitische geloof is de grootste bedreiging voor de wereldvrede. Laten we dat nu eens zien. Zijn populariteit groeit gigantisch als hij na 11 september oproept tot een koude oorlog tegen de islam. Fortuyn maakt zich hard voor het afschaffen van artikel 1 van de Nederlandse grondwet, waarin discriminatie wordt verboden. Uiteindelijk kosten zijn opvattingen hem het leven. Pim Fortuyn is dood. Neergeschoten in Hilversum na een interview op Radio 3. Het doorgaans zo bezadigde Nederlandse politieke landschap werd compleet op zijn kop gezet. De tegenstellingen weer eens hard. Professor Pim, zoals hij zichzelf placht te noemen, werd vermoord vlak voor de parlementsverkiezingen van 2002. Hij maakte een grote kans om de grootste partij van het land te worden. Moordenaar Volkert van der Graaf zei dat hij namens Nederlandse moslims had gehandeld. Aldus de Engelse Guardian. Twee Kamerleden lijken diep geïnspireerd door de ideologie van Fortuyn. Ayaan Hirsi Ali en Geert Wilders. Zij nemen professor Pim's rol over. Hun uitspraken over de islam beginnen steeds radicaler te worden. Samen met filmmaker Theo van Gogh maakt Hirsi Ali in 2004 een korte anti-islamfilm. Submission. Daarin wordt de onderdrukking van vrouwen binnen de islam aan de kaak gesteld. De film was gegarandeerd kwetsend voor moslims. In één scène worden fragmenten uit de Koran op het naakte lichaam van een vrouw geschilderd. Twee maanden na vertoning van Submission en slechts 2 jaar na de moord op Pim Fortuyn wordt Van Gogh vermoord door een moslim-extremist, Mohammed Bouyeri. Bouyeri steekt de filmmaker met een mes een brief in de borst. De angstaanjagende boodschap is gericht aan Ayaan Hirsi Ali. Bouyeri waarschuwt haar dat ze zal sterven als ze niet ophoudt met het terroriseren van de islam. Een andere brief, in dezelfde trant en door dezelfde persoon ondertekend, verschijnt op een Nederlands-Marokkaanse website. Daarin wordt opgeroepen om Wilders te doden. De schrijver van de brief noemt Wilders een smerige poot. Vanaf die avond heeft Wilders permanente bewaking. En hij heeft dat tot op de dag van vandaag. Geert Wilders is een van de best bewaakte politici in Europa. Zijn beveiliging kost ons, de belastingbetalers, minstens 2 miljoen euro per jaar. Hij rijdt in gepantserde auto's, draagt een kogelvrij vest en wordt altijd vergezeld door gewapende lijfwachten. Het zal niet makkelijk worden om dicht bij hem te komen.